Deze nieuwsuitzending die gaat over de Telegraaf. Dat is een krant hier in Nederland. En die is van zaterdag 24 juni 2017. Je kan denken, ach, dat is oud nieuws. Nee, dit is helemaal geen oud nieuws. Dit is nieuws. Dit is iedere keer hetzelfde. Iedere keer bagger van de Telegraaf. En Micha Kat, die noemt het dan de pedograaf. Ja, maar dat soort scheldwoorden helpen niet. Ik kan jullie vertellen waarom dit bagger is. Zonder meer regelrechte bagger. Je mag het niet lezen eigenlijk. En als je iemand kent die werkt voor de Telegraaf. En er is een verjaardag van iemand. Dan vraag je altijd, komt die vent ook? En dan zeg jij, oh, is dat zo? Nou, dan kom ik niet. Want je mag er niet aan meedoen. Je mag niet liegen. En dan kan je mij ouderwets noemen. Dat mag. Dat vind ik helemaal niet erg. Je mag mij uitschelden voor wat je maar wil, man. Je mag me homo noemen. Perry Winkel is van de homograaf. Ja, ik vind het best, jongen. Maar je mag niet liegen. Niet morgen niet, niet gisteren niet en vandaag ook niet. En liegen, dat is een... wij weten allemaal wat er aan de hand is. We hebben die oorlog gehad in... toen ik er een beetje bewust van was, dat begon met Vietnam. Vietnam heette het wel. Dat was nog grappig. Had je leuke films van. Met The Deer Hunter. En Apocalypse Now. En die andere. Van Stanley Kubrick. En, Full Metal Jacket. Dat je gewoon... Ik ben even aan het gaan, joh. Maar dat je dus gewoon kan zeggen, kijk, die oorlog in Vietnam, daar zijn misschien wel kinderen dood gegaan, hè? Maar hebben er leuke films aan overgehouden, of niet? Nou, dat is de moraliteit tegenwoordig en iedereen die die moraliteit aanhangt, ik praat een beetje te snel, iedereen die die moraliteit aanhangt van de oorlog van Vietnam was misschien... Niet leuk voor die paar kinderen, zo noemen die mensen dat, hè? Paar kinderen hebben ze het over. Die paar kinderen zijn dan dood gegaan. Maar we hebben hele mooie films voor teruggekregen. En die kon je kijken met de Coca-Cola uit zo'n bekertje met een rietje. En dan hoort je ook nog popcorn. Ja, die mensen houden van de oorlog. Ja, dat moet ook maar gaan ze zelf allemaal... Ik zou al die mensen gewoon een gun geven. En een of ander weiland waarvan we die boer gewoon wel vergoeden. Dan laten die mensen lekker oorlog voeren daar. Oesies erbij, we maken het uit dat je fout schiet. Wij zijn wel uit de buurt. Mijn woede is erg groot. Vergis je daar niet in. Ik kan jullie gewoon vertellen wat voor ongelofelijke e-holes jullie zijn. Dat jullie mensen die bij de Telegraaf werken, desnoods al verzorgen ze alleen maar dat papier. En daar ga je mee om. Die heb jij op verjaardagsvisite. Waar woont je hoofd, homo? En klaag me maar aan, want ik ben een transgender. Dus ik mag gewoon homo zeggen wanneer dat mij uitkomt. Heb je dat goed begrepen? Mijn woede is groot. Goed, ik pak even de voorpagina. Ik ga er echt in door. Het is nu 10 uur. Op een vrijdagavond. Ik ben eventjes naar het terras geweest. Ik heb ook even binnen... gerookt, alleen dat was alleen om mijn checkje aan te steken. En daarna zo snel mogelijk naar buiten, want anders komt de politie. En hey, oh, wat zit je binnen te roken? Straks gaat iedereen nog dood en hebben straks maar 500 miljoen burgers. Ja, maar dat wilde je toch. Even langzamer.
Jij zit daar binnen te roken. Straks hebben wij nog maar 500 miljoen burgers. Dat wilden ze toch. Dat staat toch bij de Georgia Guidestones. Opgericht door R.C. Christian. Dus ik ben eventjes, ik heb binnen gerookt, maar dat was alleen om aan te steken. Het woei een beetje. En ik ben ter verdediging van die satanisten, heb ik tegenwoordig de strategie om uitsluitend met lucifers naar de kroeg te gaan. Dus als ik dan een satanist tegenkom en hij vraagt mij een vuurtje, dan krijgt hij van mij een doosje lucifers. Hè? Twee dus, hè? Of drie. Hè? Niet mijn laatste lucifer graag. Ik ben een luciferianist geworden. Het scheelt je aanstekers. Dat is echt een heel erg eco. Een lucifers, ach, als ze opgebrand zijn, ja, een beetje hout. Een beetje CO2-belasting. Die belasting die geheven wordt over de CO2, die allemaal naar El Gore Smeerlap vloeit, ja, die krijg ik wat terug hoor. Maar met een donderen. Nou, we gaan voorlezen uit de Telegraaf, want het is nu echt de perfecte 10 uur. En dan staat linksbovenin, naast de titel De Telegraaf. En dan staat links Lee Towers. Leen Hogetoren heet hij, Lee Towers, dubbele punt, tussenquootjes, geleerd van de armoe. Nou, dat zal, mooi. Daaronder een afbeelding van een tijdschrift, dat heet De Vrouw, en daarin zie ik een foto van een vrouw. En daar staat een onder, tussenquootjes, ik wil niet naar de naaktcamping. Hoe heet die vrouw eigenlijk, die niet naar de naaktcamping wil? Ik moet haar kennen, maar het zal wel. Maar zij wil niet naar de naaktcamping. Interessant. Dan krijgen we de volgende. Een nieuwe hartklep voor jarige Henk van der Meijden. Dat is toch ook wat? Dat is een schande. Die man had hartproblemen. En de overheid zei, ja, een nieuwe hartklep krijg je voor je verjaardag. Klootzak. Oké, hij heeft een nieuwe hartklep. Dat is mooi zo. Gaat u nog meer van die bagger produceren? Oh, mijn naam is Henk van der Meijden. En ik doe altijd showbusiness news. En dan heb ik hele interessante mensen die ontzettend goed zijn op het podium. En die ga ik interviewen. En die geef ik een bloemetje. En dat er kinderen doodgeschoten worden, hele dorpen uitgemoord worden. Henk van der Meijden interesseert dat geen ene. K of K? Je hebt K, puntje, puntje, puntje. En je hebt K, puntje, puntje. Als je die puzzel niet snapt, kloten of kut. Als je Henk van der Meijden tegenkomt, pak hem zijn hartklep af. En verkoop het gewoon op de Chinese markt. Heeft die man een hart? En waarom heeft hij dan een hartklep nodig? Ik ben mad as hell. Henk van der Meijden die mag mij afzeiken. Die mag al die poep, die geestelijke poep in de Telegraaf zetten. Maar alles is goed, alles is oké. Er zijn wat kinderen dood in Afghanistan. Maar voor de rest valt alles mee. Been hem uit. Dat is emotioneel, hè? Ik heb ook mijn vrouwelijke kant. Ga maar naar de eerste vrijmetselaarsclub en ga maar vragen hoe het zit met de vrouwelijke kant van een mens zoals ik. En ze zullen je vertellen, Perry heeft zijn vrouwelijke kant. Ja, natuurlijk. Denk je dat ik niet kan vechten? Denk je dat ik niet weet dat wat het leger genoemd wordt, dat door de Chinezen het yin genoemd wordt? Denk je dat ik een dombo ben? Denk je dat ik mij jarenlang laat afzeiken zonder daar iets op terug te zeggen? Tuurlijk niet.
krijgen we hier Vinales blij met Zeelenberg. Ja, dat zal weer. Oh, dat gaat over motocrossen. Ja, mooi man. De volgende is Veteraan met een missie. Dat is op T28. Nou, dat geloof ik ook direct. Dan krijg je DFT. Besparen op energie loont. Waarom eigenlijk? Dat weet ik helemaal niet. Waarom? Is er te weinig energie? Of is het zo dat als wij gaan bewegen, dus als wij gaan ademhalen, moeten we dan CO2-belasting gaan betalen? Ja. Ja, was dat er? Dus je moet niet ademhalen. Want dan ga je CO2-belasting betalen. Moet je eten? Nee, dat niet. Want dan krijg je CO2-scheekjes van. Moet je gaan werken? Nee, natuurlijk niet. Want dan krijg je loonbelasting van. Homo! Dus iedereen moet onmiddellijk stoppen met zijn werk, onmiddellijk opgeven met ademhalen en allemaal lekker D66 gaan stemmen. Want dat is ook de Telegraaf, toch? Hoezo besparen op energie? Dus hier uit gaan staan, niet op fietsvakantie gaan, loont. Want op fietsvakantie gaan of op loopvakantie, ja, dat kost je energie, hè. Dan moet je op besparen, man. Had ook kunnen staan, besparen op het drinken van alcohol betekent dat je minder hoeft te betalen voor je alcohol. Ja, wat is, ben ik een 3-jarige kleuter die de Telegraaf heeft gekregen trouwens? En dit is dan mijn krant. Nou, de volgende is dan de hoofddingers, de grote foto. Daar zie je twee mannen, een beetje bruin, rossig haar, met een goed gebit. Het ziet er allemaal prima uit. Ze zijn in de 30. En de titel is dan Rebellen, dubbele punt. Journalisten in goede gezondheid. Dus de rebellen hebben gezegd dat de journalisten in goede gezondheid zijn. Nou, dat is mooi. Had ik liever niet. Ik had liever dat die rebellen hadden gezegd, jullie zijn van de Telegraaf en je gaat hier niet meer weg. Want anders ga je nog meer van die vieze kindernet porno schrijven. Ja, ik zei kindernet porno. Maar helaas zijn die journalisten vrijgelaten. Journalisten. Er zaten als heel groot vrij om te gaan. Nou, ken je slecht nieuws? Die foto, dat zijn Amsterdamse. Ja, dat heette Piepkes. Op zijn Limburgs. Dat is op zijn Amsterdams. Geen Amsterdammetje, maar van die. Nee, weet ik eigenlijk niet hoe dat heet. Oh, die zit aan het bier. Nou, en dan is de tekst. Dirk Bolt en zijn cameraman Eugenio Vollender. Tussen haakjes I, punt, haakje sluiten. Oké, hij is dus Italiaans. Nou, mooi dat die Italianen ook helpen om de Telegraaf te laten liegen. Dus je moet ook Italianen hebben. Ja? Die pizzabakkers moet je ook pakken. Die helpen ook mee met liegen. Ja. En iedereen die liegt is geen kind van God en die mag oprotten. Wat mij betreft. Maar ik krijg nooit mijn zin, dus ik ben er wel aan gewend. Op archiefbeeld. Oké, dat was een archiefbeeld. Toen ze nog in Nederland waren, zaten ze aan een houten tafeltje. Met allebei een piepke. Met, ik hoop, geen Heineken. Zijn volgens het rebellenleger ELN in goede gezondheid vrijgelaten. Kijk, die ELN, daar heb je dus ook helemaal niks aan. Laten we ophouden met die ELN te financieren, want die worden gefinancierd. Stop die financiering en we vragen gewoon om een ELN en die pakken gewoon van die vieze telegrafen leugenaars. En dan vasthouden en ja, verkoop ze maar op de slavenmarkt of aan de familie terug. Maar zorg ervoor dat ze geen rare stukjes meer schrijven in de Telegraaf. Ik
Komt een beetje hard over, hè, wat ik zeg. Vind je niet? Ik ben ook fucking mad als hel, man. Nee, voor de gein. Kukuta. Dat is geschreven door Edwin Timmer. Nou, als je die tegenkomt, kan je gelijk zeggen pief, paf, poef. Hè? Met je paintball gun natuurlijk. Niet vervelend doen. Niet een Volta P22 met lode kogels. Hè? Dat is niet de bedoeling. Hè? Maar paintballen. Dus even zoeken waar Edwin Timmer woont. Die kan naar de Telegraaf schrijven van... wij hebben een verjaardagscadeau voor Edwin Timmer. En dan weet je waar die woont. Ja, paintballen die handel. En pas op voor zijn hond. Want hij zal wel een hond hebben, die Edwin Timmer. Het lijkt me echt zo'n vent, die heeft een labrador. Ja, dus wel Edwin Timmer en niet een labrador. Goed begrepen? En een blauwe plek voor Edwin Timmer, maakt geen donder uit. Ik heb ook momenteel 3 blauwe plekken. So is life. Ik lees weer voor. Dirk Bolt en Eugenio Vollender zouden zijn vrijgelaten. Ze weten ze niet eens zeker. Even kijken hoor. Ze zouden zijn vrijgelaten. Ja, volgens wie? Ja, volgens tante Gerda. Die kijkt altijd in de kristallenbol en zegt... Auw, ik gooi nog een beetje koffiedik erin. Nou, volgens mij zijn Dirk Bolt en Eugenio Vollender vrijgelaten. En die journalist van de Telegraaf die denkt... Ja... Tante Gerda met de koffiedik en de kristallenbol. Ja, ik weet het niet hoor. Dus die gebruikt het woordje zouden zijn vrijgelaten. Dus we weten het helemaal niet zeker. Ik moet niet zo hard praten, niet zo snel praten. Ik weet. Na een week in de Colombiaanse jungle is er mogelijk een einde gekomen aan de dramatische ontvoering van de tv-makers van Spoorloos. Jammer hè? Zou er gewoon spoorloos moeten zijn. En blijf in die Colombiaanse jungle. Ga daar een vrouw het hof maken. Sticht een familie. En stop met geouwe hoer. Als je dat niet begrijpt. Als je zo'n homo bent in de slechte zin van het woord. Dan heb ik echt liever dat je vertrekt, mijn vriend. Ik kan wel doordenderen. Spoorloos. Rebellen van de marxistische guerrillabeweging ELN zeggen het tweetal gisteravond, Nederlandse tijd, te hebben overgedragen aan een humanitaire missie. Dat hebben ze gezegd? Dus rebellen? Die hebben gezegd? En wanneer dan? Een YouTube-linkje erbij, misschien. Of was het een brief? Aan een geachte NCRV, toch? Spoorloos is het van de NCRV of KRO? KRO-NCRV. Oh, die rebellen hebben dus gezegd, die hebben gebeld of zo. Die hebben gebeld, die en die hebben dat tweetal gisteravond tussen haakjes Nederlandse tijd. Ja, what the fuck? Dit is toch een Nederlandse fucking krant? Maar goed, gisteravond, en dat was dus daar, want als het avond is hier, is het ochtend daar. Scheelt 6 uur, 8 uur. Ze zeggen dat ze die twee mannen hebben overgedragen. Ze zijn vrijgelaten. Dit is een kwartiering. Ze zijn vrijgelaten. En hun mankeert niks. Niets. Twitterde het rebellenleger vanuit het bos van Norte de Santander. Ja, nu krijg ik gelijk diarree. Hoe kan je nou weten dat iemand twittert vanuit het bos Norte de Santander? Mag je wel liegen? Mag dat eigenlijk? Wat vinden jullie zelf? Zal ik een enquête houden? Heel eenvoudig. Perry7.nl, de enquête. Mag je liegen? 2 antwoorden. Dat is ja, nee en ik ben te stom om te kunnen spreken. En als je die laatste invult, dan doet jouw enquête invoer dinges niet mee.
Want dan ben je te stom om te kunnen spreken. Twee mogelijkheden. Mag je liegen, ja of nee? Punt. Ja of nee? Wat is het te gebeuren, jongen? Yes or no? What is it going to be, boy? Yes or no? Paradise by the dashboard lights. Weet je nog hoe je zat te dansen met die intelligente vrouw? Ik lees verder voor. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken kon de vrijlating gisteravond nog niet bevestigen. Dat is fijn, hè? Dus de journalisten die zijn dus eerder dan de Nederlandse regering. De Nederlandse regering, dat zijn ook steltje poesies. Lopen allemaal te dansen naar de pijpen van de paus. Allemaal bang voor hun baantje. Nou ja, straks zeg ik dat ze vrijgelaten zijn en dan was het niet zo en dan ben ik mijn baantje kwijt. Dus ik kon het niet bevestigen, hoor. Ja. Jammer dat ze vrijgelaten zijn. Ook de deelnemers aan de humanitaire missie wilden gisteravond laat nog niet reageren op het nieuws. Welke humanitaire missie? Waarom moeten wij Colombia... Wat is het punt? Heb ik ooit een verzoekbrief gezien? Want Colombia, het volk van Colombia, vraagt ons... Oh, kom ons helpen! Humanitaire missie! Ja, en wat zouden ze daarvoor gaan betalen? Waar waren die Colombianen toen wij hier in 1953 die watersnoodramp hadden? Hebben wij die mensen iets te goed? Hebben zij geld van ons te goed? Want zij hebben de afsluitdijk aangelegd. Hoezo een humanitaire missie naar Colombia? Dat wil ik helemaal niet. Daar ben ik nergens voor nodig. Straks krijgen we nog een humanitaire missie naar Israël. En dan gaan we de Joden helpen. Met wat eigenlijk? Met hetzelfde probleem als dat wat wij zelf hebben. Wij gaan ons eigen probleem maar eens oplossen. En dat is bijvoorbeeld dat een krant als de Telegraaf, daarin wordt gewoon gelogen. Er wordt lollig gedaan. Er wordt een glaasje bier gedronken, terwijl de kinderen worden vermoord. En jij staat erbij en je kijkt ernaar. Ik dus ook. Vind ik dat leuk? Nee. Zou jij dat leuk moeten vinden? Nee. Zou je ze moeten aanpakken? Ja. Neem actie. Ik ben nog steeds op de voorpagina van de Telegraaf van 24 juni 2017. Er is een weervrouw, die heet Helga van Voort. Ik was er gewoon bij dat vrienden bij mij op bezoek waren. En dan kwam het journaal. En ze zaten allemaal te wachten op die geweldige jurk van Helga van Voort. In die zin dat die jurk heel mooi... Ja, echt een goede jurk. Een soort van burka, maar dan... Ja, meer nauwer aangesloten, zodat je kon zien hoe Helga van Voort eruit ziet. Nou, die stopt dus met te vertellen wat het weer is. Ja, dat maakt mij er geen donder uit. Als ik wil weten wat van weer het is, dan kijk ik naar boven. Dus je gaat naar weersradar.nl of zo. Morgen wordt het waarschijnlijk hetzelfde weer als vandaag. En als het weer omslaat, is dat morgen, overmorgen... Of de dag erna, en dat weten we niet. Dat zou Helga van Voort moeten zeggen. Een beetje de KNMI-dame uithangen met je intelligente billen. Maar goed, ze is dus weg. Nou, mooi. Helga van Voort zegt adieu, paraplu. En dat staat op T32. Dat is dan de Telegraafs gekke ding, hè? Want je denkt dat hij... Dat het bestaat uit pagina's, maar de Telegraaf die bestaat uit tagina's. Dus je hebt T1, T2, T3, T5, T15 heb ik hier dan weer. Ja, dus, ja, het zal wel. Maar op T32,
Dan kan je dan zien dat zij afscheid neemt. Nou, dat is mooi. Ik wens haar een goed leven toe. Ze heeft alleen maar het weer. Ja, de weersvoorspelling. En dat was haar fout niet. Ze kreeg gewoon van het KNMI of een of ander commercieel bureau, kreeg ze te horen, morgen komt er een motregen. Maar zij is weg. Goed zo. Ik vind ook echt, we moeten stoppen met die weersvrouwen. Weersmannen. Stop ermee. Weg. Non-informatie. Maakt geen donder uit. Een beetje Nederlander die naar de lucht kijkt, die snapt wanneer het gaat regenen en wanneer het droog blijft. Een kwestie van veel Nederlands weer meemaken. Denk je dat er in Marokko een weersvrouw is? Die gaat zeggen, morgen is het weer net als vandaag, namelijk heel veel roet in de lucht, want we crossen ons allemaal in de rondte met dieselmotoren en de blauwe lucht is er wel, maar die kan je waarschijnlijk niet zien, omdat het net als gisteren helemaal grijs ziet van de roet. In Marokko kijkt niemand naar de weersverwachting. En waarom in Nederland wel? Omdat het hier wat ingewikkelder is. Stel, je hebt morgen gepland om naar het strand te gaan. En dan zie je dus dat de voorspelling is dat het gaat regenen. Ja, nou men. Je gaat dan naar het strand of niet? Je gaat naar het strand en als je kan vermoeden dat het gaat regenen, dan moet je gewoon zorgen voor spullies. Je hebt je kinderen toch gewoon bij je en je Renault Clio. Heb je gewoon plan B. Want als het echt heel hard gaat regenen, dan gaan we naar, hoe heet dat ook alweer? Parnassus? Daar bij Bloemendaal. Dan ga je daar binnen zitten. Lekker chocolademelk drinken. Ja, so be it. Je ging dan naar het strand. Waar heb je dat fucking weerbericht van nodig? Dat is mooi, helgaat dat je gestopt bent met je nutteloze werk. Want daar hadden we toch al helemaal nooit behoefte aan. En het enige waar mijn vrienden naar keken, dat waren jouw wellustige vormen. Je kon ook goed Nederlands, dus daar is verder geen probleem mee. Maar een weerbericht, dat hoef je mij niet te vertellen, mijn lieve schat. Dat weet ik zelf wel. Nou, nu gaat het echt gezellig worden. We zijn nu op 70% van de voorpagina. Met die twee mooie mannen die helaas vrijgelaten zijn. Wat je liever niet had gehad. Maar goed, de wereld is niet echt. Ik heb hier een pitbull terrier in huis gehad. En als ik tegen die pitbull terrier zei naar links, dan ging die naar links. En als ik tegen die pitbull terrier zei ga naar rechts, dan ging hij naar rechts. De wereld daarentegen, die luistert helemaal niet naar mij. Ik kan jullie gewoon helemaal verrot schelden. Want je luistert toch niet naar mij. Ja, je wilt gewoon weten wat er in de krant staat. Nou, wat er in de krant staat, volgende. De kop is onderstreept. Turken richten knokploegen op. Tussen quotejes, dat begrijp ik ook niet. Dat had gewoon, die quotejes hadden weggekund. Dus de mensen van Turkse afkomst hebben knokploegen opgericht. Nou, vind ik mooi. Die gaan hopelijk Derk Bolt en Eugenio Vollender opnieuw in verhaftenis nemen. Dat die jongens ophouden om te werken voor het programma Spoorloos en een beetje lollig lopen te doen terwijl er helemaal niks te lachen valt. Dus ik op zich, Turkse knokploegen, mooi zo. Mooi zo. Amsterdam. Oké. Zo begint het. Bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, tussen haakjes NCTV, en binnen de Turkse gemeenschap bestaat angst voor knokploegen die het hebben gemunt op tegenstanders van president Erdogan. Ja, nu moet je oppassen. Moet je zeggen Erdogan? Of Erdogan.
En dat schijnt zo te zijn dat bij presidentieel decreet, door die vent die hier bedoeld wordt, die baas van de, hoe heet die ook weer, dat is de AK of zo. Dat is een Mohammedaan in elk geval. Tegenstanders van die Mohammedaanse Erdogan. De vrees bestaat dat ze ook hier, ik lees verder voor. De vrees bestaat dat ze ook hier de kop opsteken. Oké. Okay. Dus er zijn mensen hier in Nederland en die gaan het opnemen tegen Erdogan. Nou, dat vind ik een ontzettend goed bericht. Iedere Turk die tekeer wil gaan tegen Erdogan, dan denk ik, mooi zo. Hoppakee. Weet je wat, dan geven we al die Turken die tegen Erdogan zijn, die krijgen van ons, dan moeten we even een crowdfunding gaan doen. Dan krijgen ze allemaal een soort briefkaart. Dat kan heel goedkoop, hè. Want Erdogan zit in Turkije. Ik word er zo moe van, hè, dat mensen dat niet snappen. Als je tegen Erdogan bent, wat doe je dan hier in Nederland? Homo. Zie je mij al dat ik... Ik ga tegen Mark Rutte in. En in Portugal hebben wij een hele sterke beweging tegen Mark Rutte. Debiliteit. Ik word er echt doodmoe van. En jullie zouden dat ook moeten doen. Moe van worden. Maar dat je zegt, ik stop ermee. En als er mensen zijn die een telegraaf kopen. Deze telegraaf, hè, die kost. Even kijken hoor. In Luxemburg kost die €3,35. En België Lux is dat. Wat is dat voor een ongelooflijk slechte prijslijst? In Griekenland is die €2,95. En in Duitsland en Oostenrijk is die €3,65. De Canarische eilanden, daar kost die €4. En dan de Belux. Snap ik ook niet. Ik weet niet waar de Bel schuine streep Lux ligt. Dat €3,35. Maar in Lux is die ook €3,35. Oh, en in Nederland is die €3,10. Oh, nu zie ik het staan. He. Waarom zou je daarvoor betalen? Waarom zou je mee willen werken aan die bagger? De vrees bestaat dat ze ook hier de kop opsteken. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, dat is een of andere man, hè? Die heeft gewoon een voornaam en een achternaam, die heet Hendrik Maars van Voorde of zo. En die woont ergens in. Ik wil geen gemeenschap beledigen. Zo zeggen, hij woont in Velp. In de buurt van de Apeldoornse weg. Take him down. Die man uit in een nieuw dreigingsbeeld. Zijn zorgen over de paramilitairen. Maar noemt de naam van de groep niet. Ja, dat is precies de overheid. Hè? Beetje lopen zeuren. Oh, gevaar, gevaar, gevaar. En dan vragen wij, waarvoor? Ja, zeggen ze, dat weten wij alleen maar van de nationale de coördinatie van de terrorisme. En wij mogen niks weten. Nee, want zij weten ook wel dat als wij weten welke kutturken dat zijn. Want kutturken bestaan er ook, hè. Je hoeft ons alleen maar te vertellen welke kutturken zijn het dan. Die hier een beetje lopen te strijden tegen Erdogan. Die krijgen allemaal een enkele reis Constantinopel. Constantinopel, weet je nog van je geschiedenis? Dan gaan ze daar maar naartoe. En ga daar maar Erdogan lopen bestrijden. En wij die mensen grond geven. Letterlijk, hè? Grond qua denken en grond qua grond. Waar gras in groeit.
wij die mensen grond geven om Erdogan te gaan bestrijden? Stelletje homo's. Krijg ik er ook, weet ik ook goed, weet ik prima eigenlijk. Wij geven die Turken de ruimte om hier knokploegen op te richten, om tegen Erdogan te gaan strijden, zo dadelijk. Ik hoop niet tegen onze blonde dochters. Want dat schijnen ze ook nogal eens te doen. En dan krijgen wij dus grond in Turkije om tegen Mark Rutte te gaan strijden. Kan toch helemaal niet. Volgens bronnen gaat het om Osmanli Oklari. Osmanli Oklari. De organisatie wordt in verband gebracht met gewelddadige incidenten in Turkije. Osmanli ook. Dit kan toch helemaal geen Turks. Waarom heb ik geen inburgeringscursus gekregen? Waar is die fucking overheid als je hem nodig hebt? Osmanli Oklari. Ja, dat zal ik maar zeggen. Osmanli Oklari heeft hier een afdeling. Nou, mooi. Waarom eigenlijk? En waar? In Ommen. Veghel. Vlachtwedde. Vlodrop. Geef gewoon het adres. Ja, en dan lossen wij het zelf verder wel op. Daar heb je toch een nieuwsgaring voor nodig. Want waar wonen die klootzakken die tegen Erdogan willen gaan strijden vanuit Limburg? Ja, op Rotte. Stel ik je negatiefo's. Weet toch gelijk wie het zijn? Foto's op het internet, hup, huisnamen, huisnummers, straatnamen, burgerservice nummers, voor zover ze een burgerservice nummer hebben. Want ze hebben waarschijnlijk 2 burgerservice nummers, een Turks paspoort en een Nederlands paspoort. Ja, publiceer dat. Doe er niet zo moeilijk over. En wij rachen die jongens er wel uit. Of wij gaan zelf naar Turkije. Dan gaan we daar zorgen dat die regeringsleiders van ons, die het toestaan dat Turken hier knokploegen oprichten, dan gaan we die regeringsleiders van ons vanuit Turkije pakken. Met een skutraket. Of zei je kutraket? Nee, ik zei skutraket, dus met een D. Te erg voor woorden. Nou, we zijn bijna klaar met de voorpagina. Voorpagina. En deze is heel grappig. Dan zie ik een foto, rechts onderin. En de titel is Op heterdaad. En dat is onderlijnd. Underlined, onderstreept. Op heterdaad. Nou, die man, die heeft beter haar dan ik. Hij heeft ook een wat boller hoofd. En een dikkere nek. En hij heeft van die walletjes onder zijn ogen, maar niet lelijk of zo. Hij moet denk ik wel oppassen. Als hij ouder wordt, dan gaan die walletjes uitzakken hoor. Hij is grijs, maar is ook geen schande. En het gaat over Albert Dijkgraaf. Albert, ik ken ook een Eldert. Het is een Albert. En hij is van de SGP. Nou, de SGP, veeg je reet eraf mee. En de eerste SGP'er die zich beledigd voelt, die stuurt mij maar een e-mail en hij komt maar met me langs. En ik zal hem vertellen waarom ik hem veracht. Die bezoedelaar van het huis van mijn vader. Ik vind het niet erg dat je dom bent, snap je? Dat vind ik echt niet erg. Ik weet al heel erg lang dat ik slimmer ben dan 8 van de 10 in mijn omgeving. Maar dat je met je domheid in de Tweede Kamer gaat zitten, volgens de SGP, voor de SGP. Man, heb jij het boek Job gelezen? Je kent toch je Bijbel, klootzak?
Hoe durf je? Bij deze, ik hoop dat Albert Dijkgraaf via de NSA of de AIVD of hoe heet dat tegenwoordig, de KGB van mijn part, dat hij dit hoort. Ik zeg jouw naam, jongen. Jij bent jonger dan ik. Minimaal 3 jaar. Jij, Albert Dijkgraaf, bekeer je. Keer terug tot de schrift. Keer terug tot de waarheid. Christus Jezus heeft gezegd: ik ben de weg, de waarheid en het leven. En die Albert Dijkgraaf, die weet precies welke tekst dat is. Ik niet. Maar de volgende keer wel. Ik weet dat het er stond. Ik kan het ook op zijn Frans zeggen. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Dus 1 keer le en 2 keer la. Ik lees voor. Met de beveiliging in de Tweede Kamer zit het wel snor. Oh ja joh. Nou, ik wil iedereen die een jaartje of 18, 19 is, of in de 20 en je bent nog een beetje sportschoolgevoeliger, of je kent iemand die zo is, test het eens uit. Ik denk dat het mogelijk is dat als je maar geduld hebt, net als een reiger die een mol wil eten, in mijn vorige uitzending over visvergunning, een hele mooie opname van een reiger, en die had ongelooflijk zin in mol. Maar ja, hoe kom je aan mol? Hè? Moet je geduld hebben. Kijk maar naar die uitzending. Kijk maar hoe geduldig die reiger is. En je neemt je paintball gun mee en je pakt er maar eentje. Bij voorkeur Albert Dijkgraaf. Ik garandeer dat je een mogelijkheid hebt. Wij mogen niet geregeerd worden door idioten. Dat mag niet. En Frederik Tupper-Saucy heeft gezegd: het is jullie eigen of onze, zei hij letterlijk, hè? Liever, hè? Liefdelijk. Het is onze eigen schuld. Wij zijn zo slecht. Wij verdienen niets anders dan geregeerd te worden door baby's. Door kinderen. Zoals Albert Dijkgraaf. Albert Dijkgraaf, bekeer je. Grow up. Je hebt ook je Bijbel gelezen. Of niet? Je weet toch wat de weg is van de, wat is de SGP, dat is gereformeerd en die P is van partij en die S is dan van, wat is de S dan? Ik heb niet eens zin om het op te zoeken op het internet, want de SGP heeft meegetekend bij het Tweede Vaticaanse Concilie. Lul, jij Egbert Dijkgraaf. Die je Bijbel niet eens leest. Die niet begrijpt. Jij gebruikt je Bijbel om een beetje ons de les te komen lezen. Meer niet. Homo. En voel je je beledigd? Kom maar op. Luister naar mijn uitzending met Jörg Liesman. Als jij mij via Skype te woord staat, dan zal ik niet zo mijn stem verheffen. Echt niet. Want ik heb medelijden met jou als de Armageddon zo dadelijk komt. Want Christus Jezus komt terug. Goed begrepen. En zorg ervoor dat je tegen die tijd, verontschuldiging van mijn Duits, dat je tegen die tijd rein bent. Wees angstig.
Voordat ik ga voorlezen, zal ik vertellen wat ik had gedaan als ze over mij, als dit, als ik in de Tweede Kamer had gestaan. En dit verhaaltje stond over mij. En jij doet niks. Je bent wel blij met je... Wat krijg jij, Albert Dijkgraaf, in de maand? 5000 euro? Ongeveer? Huh? Plus onkosten. En dan mag je op zakenreis, op mijn BTW en mijn accijns, mag jij op zakenreis naar de Antillen, om ze daar de les te gaan lezen. Oh, 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 wat zijn wij... Ken je dat, Albert Dijkgraaf, die heeft toch de Bijbel gelezen. Die weet toch dat verhaal van mene tekel dinges. Dat laatste weet ik even niet. Maar. Een mooie vertaling daarvan is gewogen en te licht bevonden. Dat je een dombo bent, Albert, dat is echt geen enkel probleem. Ik heb gisteren nog een hele leuke 1,5 uur doorgebracht met een jongen van 4 jaar oud. Die was echt zo stom als het achterend van de varken. Die kon niet eens schaken. Dat is helemaal niet erg. Dat was een aardig kereltje. Maar dat je dan plaats gaat nemen in de Tweede Kamer. Jezus mijn Christus. En waar heb je je dan voor laten gebruiken? Want die Egbert, Albert Dijkgraaf, die wil natuurlijk ook gewoon move. En ik mag maar zijn kop op de voorkant van de Telegraaf. Wat heeft hij gedaan? Stoer jongen! Man, wat een held is dat. Ik ga voorlezen. Ik lees hem in... Ja, ik lees hem in 1 keer door. Ik zit even na te denken, maar ik ga gewoon beginnen bij het begin. En ik zeg wanneer ik klaar ben met citeren. Komt-ie. Met de beveiliging in de Tweede Kamer zit het wel snor. Dat heeft een inbreker ervaren nadat hij door SGP-kamerlid Albert Dijkgraaf bij de lurven is gepakt. De man liep rond te neuzen bij de werkkamers en maakte een verdachte indruk. Dijkgraaf vertrouwde het niet en hield de man met zonnebril en capuchon aan op het toilet. In plaats van een witte vlag toverde de verdachte een briefje tevoorschijn met de boodschap dat hij voor de politie werkte. De man was ingezet om te testen hoe alert men is aan het Binnenhof. Kalle janken. Slecht taalgebruik. Welke... We gaan hem even fileren, hè? De beveiliging in de Tweede Kamer zit het wel snor. Ja, helemaal niet. Laat mij maar even komen met mijn 19 vriendjes. Net als dan samen Bin Laden. En dan 19 paintballetjes. En dan hoppakee, pam, 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 pam. Inclusief die zogenaamde wachters of zo. Maar 1 paintball tegen het hoofd aan en dan bats. Dan hebben ze wel wat anders te doen. Dan gaan ze huilen naar hun moeder. Dat heeft een inbreker ervaren nadat hij door SGP-kamerlid Albert Dijkgraaf bij de lurven is gepakt. Oké. Okay. Dus je moet oppassen voor de SGP. Ja, ja, ja. De man in kwestie, dus die inbreker, daar staat hier de man liep rond de neuzen, dat is verkeerd taalgebruik. Dat moet er staan, de inbreker liep rond de neuzen bij de werkkamers. Ja, waar zijn die eigenlijk? En werken die mensen wel? Ja, natuurlijk. Want altijd weer nieuwe bommen op Irak, hè? Ja, die oude bommen op Irak zijn op. Dus hoe krijgen we nieuwe bommen?
en maakte een verdachte indruk. Ja, volgens wie? Volgens Albert Dijkgraaf, die zei... Het was verdacht. Ik vond het verdacht. Hij liep rond de neus in de werkkamers waar we in het plannen waren. Want ik ben van de SGP, ik ben van de Bijbellezer. En ik hou van alle Filistijnen de zee in drijven. Gewoon genocide. En gewoon knal, knal, knal. Je kent de Bijbel toch wel op zijn leuke manier waar je wat aan hebt. Dat is de SGP, hè? Schande. De schandepartij. Daar is die SG van. Van schandepartij. En dan komt een hele mooie zin. Dijkgraaf vertrouwde het niet en hield de man met zonnebril en capuchon aan op het toilet. Heerlijk. Dus aan de ene kant ben ik wel blij dat journalisten, van die schrijvers, deze leugenaars, dat die geen logica kennen. Die weten niet van komma's en punten. Nou, het moet allemaal zo kort mogelijk. Maar wat hier dus staat, dat Albert Dijkgraaf vertrouwde het niet. En hield de inbreker aan, terwijl Albert Dijkgraaf had een zonnebril opgezet en een capuchon aangedaan en hij pakte die man op het toilet. Geloofde jij dat? Als ik... Nou, ik ben een klojo. Albert Dijkgraaf is een pussy. Die wil met zijn mombakkers op de voorkant van de Telegraaf staan en denkt, nou, dan ben ik bij mijn volgende leugenpartij. De schandepartij, de schaamtepartij. Dan kan ik weer lekker €5.000 in de maand beuren. Als mijn mombakkers helemaal opstaat. En drie keer willen dat die Albert Dijkgraaf, dat is een fucking vrijmetselaar. En als hij dat niet is, dan heb ik nog steeds gelijk. Iedere politicus hier in Nederland is schuldig. Hij, het is deze man, Albert Dijkgraaf, met zijn fijne gereformeerde partijen, de schandepartij, die is verantwoordelijk voor die dode kinderen in, zullen we de landen op gaan noemen? Dat zouden ze bij het onderwijs moeten leren, hè? In hoeveel landen zijn er de laatste tientallen jaren, vanaf 2000 ongeveer, kinderen vermoord? Noem ze op. 1, 2, 3, 4. En Albert Dijkgraaf, die lacht erbij. Nou, kennelijk was het zo dat de politie, die had een of andere vriend, ja, je snapt het natuurlijk ook wel, ze hebben een of andere gekke kerel, en die moest een zonnebril opdoen en een capuchon op. En die moest dan de Tweede Kamer binnenvallen, de werkkamers gaan bezoeken. En dan moest die geweldige Albert Dijkgraaf. Want kijk, die politici, moet je ook begrijpen, hè, met die politiek. Ze pakken altijd oude vrouwtjes, oude mannetjes, iedereen die niet kan protesteren. Snap je? Dus zo'n Tweede Kamerlid, die mag zich even wild laten gaan op een zondebok. Nou, dat wilde die Albert Dijkgraaf wel. Ja, want het echte werk wil hij niet doen. Hij wil niet werken voor mijn vader. Hij is een nep. Maak hem af. Take him down. Paintballer die handel. Schande over zijn familie. Schande over zijn kerk. Ik kom hard over, maar dat is er niet, hoor. Ik kom heel liefdevol over. Dat weet je toch wel. Ik heb nog eventjes, kijk hoor, ik heb nog meer dan 10 minuten. Dit gaat weer over Colombia. Onderhandelaars hebben vol aan ontvoeringen door rebellenlegers. Ja, het maakt mij geen donder uit.
Laat Colombia gewoon lekker Colombia zijn. Indonesië gewoon lekker Indonesië zijn. Ja, kom op. Wat doen we daar? En waarom staat het in de fucking krant? Ik wil gewoon weten, hier in Arnhem gebeuren ook positieve dingen. Wist je dat? Hier in Arnhem, er werd dus gisteravond... Nee, dat was niet gisteravond, dat was vandaag. Gewoon mensen met een... Die zijn niet in Spanje op vakantie geweest, maar ze zijn wel heel erg bruin. Ken je dat fenomeen? Niet in Spanje op vakantie geweest en wel heel erg bruin. Ook, die hebben een accentje. Wij hebben hier ook gewoon... Weet je wel, weet je niet. Hier in Nederland, daar gebeuren veel dingen. En vooral die mensen van buiten, die kunnen daar... Die hebben iets meer lef of zo. Zet dat in de krant. Hörst mich. Nederland, multiculti succes. En al die... Dat zei ik dus ook. Daar heb ik ongelooflijke ruzie mee gekregen. Maar dat was een andere keer. Dat was 3 weken geleden. Dat ik zei... Ik eis het recht op vrij reizen en vrije huisvesting. Dus als jij wil van Vlachtwedde naar Oostwedde... En je gaat lopen... Of je gaat fietsen... Of je neemt een auto... En er komt iemand langs en die zegt, mag ik je kaartje zien? Heb je ID-bewijs? En als je dat niet bij je hebt, dan mag je niet lopen, dan mag je niet fietsen, dan mag je niet de auto rijden. Nee, natuurlijk niet. Het reizen is een recht. En ik wil gewoon vrij reizen, vrije huisvesting voor iedereen. En ter vergoeding, en toen ging het dus in... Die andere keer dan, hè? Dus niet gisteravond, maar die andere keer, ging het fout. Want toen had ik het lef om te zeggen, van kijk, zo dadelijk mag iedereen vrij reizen. Want dat beloof ik je. Zo dadelijk is het vrij reizen, vrije huisvesting voor iedereen. En voor ons is het de taak om die goede buitenlanders... hier te houden. Want wat hebben wij anders? Zijn wij beter dan buitenlanders? Nee, natuurlijk niet. Zijn er goede buitenlanders? Jazeker. En moeten die ook terug? Nou, misschien niet. Hè? Misschien moeten we tegen die goede zeggen van... We snappen wel dat het eiland Kei bijvoorbeeld... Hè? Molukse eiland Kei... K-E-I, kijk. Ja, er zijn mensen die willen daar naar terug, natuurlijk. Als ik daar geboren was, of mijn familie kwam daar vandaan, zou ik het ook wel willen. En tegen die mensen, zei ik toen, hè, moet gewoon gezegd worden, nee, je hebt een, mogelijk tijdelijk, maar voorlopig onbepaald, uitreisverbod. Je blijft hier. Want wij houden van jou en wij snappen dat jij ons vermeerdert. Zo. Nou, die mensen werden kwaad, jongen. Tak, 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 tak. Ik heb dit voorbereid, hè. Ik blader gewoon lekker door. Links blok laat op zich wachten. Nou, daar heb ik helemaal niks mee te maken. Ik weet absoluut niet wat een links blok is. Oh, nu gaan we lachen. Oh, het schijnt zo te zijn dat we geen regering hebben. En dan zie ik hier een foto. En links zie ik dan die ongelofelijke... Heel spoedig te uitbenende frikandel carrière hebbende Alexander Pechtold. Alexander Pechtold wil ons dood. Dat heb ik netjes laten zien.
Alexander Pechtold, op deze foto. Even de titel. Hoop overheerst aan formatietafel. Nou, dan gaat het mij gelijk dun in de broek lopen. Want ik wil helemaal geen formatie. Absolute bullcrap. En zeker niet met een Alexander Pechtold die ons allemaal dood wil. Wij willen hem weg. Alexander Pechtold is een van de minst creatieve mensen die ik ken. Die durft mij niet onder ogen te komen. Die zal nog eerder tegen me zeggen, Perry Franciscus Martinez Winkel, burgerservice nummer 059-668-301.nl. Ga jij maar eerst met koning Willem-Alexander praten. En als hij nog levend wegkomt, dan durf ik het wel. Dat is een pussy. Die scheidt in zijn broek voor echte mensen die kunnen nadenken. En daarna zit iemand, en die ken ik niet. Even kijken hoor. En dan in het midden zit dan Tjink Willink. Ja, die naam die ken ik. Dat is een klootzak, die heeft al vaker een kabinet bij elkaar geformeerd. Zodat we nog verder de afgrond in geholpen werden. De lemmingen, die waren nog genadig af, hè. Die stortten met z'n allen van een afgrond en in één keer dood. En Tjink Willink, die dacht, nee, we gaan jullie langzaam doodmaken. Heel langzaam. Stukje voor stukje. En dan rechts ervan zit een PvdA-man. En dan helemaal rechts de enige eerlijke politicus. Dus één politicus die ik eerlijk vind. Die blijft met zijn tengels van de vrouwen af. Het niet bekend van hem dat hij kinderen heeft. Dat wil hij ook niet. In die zin is hij ook gewoon van de dood 66. Van de partij van... ja, je snapt hem wel. Die Pech. Pech en de rest. Ja, die Alexander Pech. In Wageningen zat hij. En dan, maar Pechtold is natuurlijk ook wel... Ja, eigenlijk is het wel een goede naam. En dan heb je rechts. Daar zit dus... Mark Rutte. Je moet er bijna om lachen. Zie je niet? Mark Scheetje of zo. Hij ruft. Of hij is rot. Ook geen kinderen. En die vent ernaast. Tussen Cenk Willink en Mark de Rotter. Dat ik denk van... Hij heeft vast te veel. Vast een feintje die altijd van die deodorant op doet. Omdat hij wel weet van ja. Er wordt van alles over hem verteld. Ik ga niet te ver met jongen. Er wordt echt verteld dat hij dus homoseksuele mannenseks heeft gedaan. Ja, daar gaat je anus van openstaan. Ik zeg niet dat hij dat gedaan heeft, hè? Ik zeg alleen maar dat het gezegd wordt van. Kom Rutte binnen. Man. En dan krijg je hier dat ding. Het is echt erg. Dit heb ik niet voorbereid. Sorry, ik kwam tegen de microfoon aan. Den Haag, puntje. Oh, dat is van de parlementaire redactie. Oh, dat is mooi, ja. En Pechtold, die pechvogel, die kijkt in de camera. Want die snapt ook wel als Perry Winkel, hij dus, hè. Hij begrijpt, dubbele punt, als ik Perry Winkel tegenkom in een donker steegje. En hij heeft een lode pijp bij zich. Nou, dat hij mij zo snel mogelijk voorbij moet lopen. Heb ik geen lode pijp bij me? Moet hij me ook zo snel mogelijk voorbij lopen? Heb ik een microfoon bij me? Dan moet hij rennen. En mijn cameraman, die filmt zijn billen. Viespeuk. Om nog maar te zwijgen over Geert Wilders. Maar gelukkig staat hij hier niet op de foto. Hoe heet die andere man nou? Die heeft ons ook bedrogen met het financiële stelsel. Ik zie 5 mannen, hè? En die Cenk Willink, dat is een of andere vrijmetselaar. Die werkt voor de paus. Die denkt, oh, dat is allemaal goed. Was ik maar lekker, joh. Volgens mij slaapt die man iedere nacht in een pyjama. Nou, dan ben je van mij ook al af. Hoezo in een pyjama slapen? Maar goed, daar gaan we dan. Ik ga voorlezen. Den Haag! Charcuterie, brood, pasta salade en carpaccio.
Dat was het sobere menu bij de eerste gezamenlijke vergadering van VVD, CDA, D66 en CU. In de aanloop naar een nieuw kabinet. Oh, die ene vent is van de CU. Oh, nee, die moet de linker kerel zijn. Even denken, D66, dat is Pechtold. Mark Rutte is van de VVD. Dan moet er nog een CDA'er zitten. En een CU'er. Nou, dat is een... Wat heeft de VVD van mij betekend? De VVD betekent dat... ja mensen, wij zijn van de vrijheid, veiligheid en democratie. Of zoiets. Volkspartij. En wij gaan geld lenen, want wij zijn zo rijk als Nederlanders. Wij gaan geld lenen aan McDonnell Douglas, want dat heeft Prins Bernhard toch ook al voor gezorgd. Voordat hij ontheven werd van zijn voorzitterschap van de Bilderberggroep. En dan weten deze klootzak allemaal. En wij van de VVD, wij gaan geld lenen aan McDonnell Douglas voor een vliegtuig wat nog nooit gebouwd is. En als dat vliegtuig straks nooit gebouwd is, dan gaan wij meebetalen aan de missie naar Venus. Of naar Mars, het maakt niet uit. Als het me geld kost en Mark Rutte die klootzak maar 10% krijgt. Of 1%, of net als Prins Bernhard, die kreeg al 10 miljoen. Dat is een schijntje, man. Hopeloos. Goed. Maar ze kregen dus charcuterie. Charcuterie, dat is vlees, dinges. Hartstikke lekker hoor. Charcuterie kan je met varken voor nemen, schaap. Ja, waarschijnlijk varken, schaap en... En dan met verschillende kruiden erbij. Dan kregen ze brood bij. Nou, dat zou ik dus niet doen. Ik vind die mannen allemaal al een beetje dikbuikig. Dus geen brood. Want van brood word je dik. Pasta salade. Nou, dat zou ik dus ook niet doen. Maar een klein beetje. Misschien dat Mark Rutte er wel wat tegen kan. Maar die Cenk Willink zou ik niet aan de pas. Ik zou tegen Cenk Willink zeggen... niet doen, want je hebt al zo'n buikje. Hè? En trouwens, die Alexander Pechvogel, die zit ook een beetje in de camera te kijken. Ik denk ook, ja, jij moet om je lijn denken, jongen. Niet te veel pasta salade hè, met brood. Maar goed, ja, het kost mij geen drol, toch? Ik zit een beetje te zuipen in de kroeg. Ik betaal mijn accijns, ik betaal mijn btw. Zodat zij zichzelf een hartstilstand kunnen eten. Want dan krijg je ervan, hè? Van, aderverdikking, cholesterol, ellende. Zo. Goed. En een carpaccio. Een carpaccio is lekker. Carpaccio is erg duur, trouwens. En dat wordt dan sober genoemd. Dit was het sobere menu bij de eerste gezamenlijke vergadering. Dat had moeten staan, dit was de sobere lunch. Want ik zie hier de zon schijnen. Dus dat was een lunch. En na de lunch even fotoshoot. Nou, wat dacht je van een paintball shoot? Informateur, ik lees voor. Informateur Cenk Willink ontving de leiders van de vier partijen gisteravond in de stadhouderskamer aan het Binnenhof. Daar werden de contouren vastgesteld van hun komende besprekingen. Zo moest de laatste hand worden gelegd aan het verslag dat de informateur naar de Tweede Kamer zal sturen over zijn bevindingen. Na afloop was de... van de VVD, ja. Na afloop was... ik kwam tegen de microfoon, sorry. Na afloop was de VVD-voorman Rutte, staat hier, ik zou zeggen Mark Rutte. Na afloop was de VVD-voorman Mark Rutte, tussen haakjes, die geen kinderen heeft, in elk geval duidelijk
plaats was van mezelf. In elk geval duidelijk over zijn conclusie. Oh, mooi. Oh, Mark Rutte, die wordt hier letterlijk geciteerd. We hebben besloten om met z'n vieren de gesprekken te starten. Oh, stop ze. Dat kost alleen maar geld. Als die vier lui, dan gaan ze weer carpaccio. Straks willen ze gewoon, wild zwijn willen ze hebben met cranberry saus. En dan moet er ook nog, laten we maar zwijgen over die dames. Drugsgebruik, dat kost klauwen mijn geld. En die kerels laten overleggen over Nederland. Nou, die vier kerels, hè. En die Cenk Willink, die wacht hier onderen. Als ik klaar ben met die vier. Ze komen hier maar binnen met z'n vieren. En ik zeg, hallo. Wat ben je van plan? Want ik wil het wel weten. Ik heb het boek gelezen van Frederik Tupper-Saucy. Ik weet hoe het zit. En zijn zij mijn rulers of evil? Zijn ze je homo's? Dat is wat ik het probleem bestempel. Je mag wel best, rulers of evil, laat ik het even uitleggen. Jullie gaan nog maar luisteren naar mijn uitzendingen met Jurk Liesman, waarin ik het bespreek. Slechte mensen moeten geregeerd worden door slechte mensen. Maar wees dan ook echt slecht. En doe er wat aan. Treed op. Ik ben zo iemand. Ik ben echt slecht. Ik werd laatst belaagd door drie bruinkraagjes in een steeg. En die betichten mij van een hunkering naar seks met jongere mannen van Marokkaanse afkomst. Ze dachten echt dat ik ze wilde pakken. Het is goed met ze afgelopen. De volgende keer niet. De volgende keer maak ik ze af. Ik beloof het jullie. Dan ga ik er wild tegenaan. Ik zorg dat ik een looie pijp bij me heb en het is afgelopen. Of een Wolter P22, maakt toch niet uit. Een Wolter P22 is de politieus pistool hier in Nederland. Die kan ik prima bedienen. Ik weet precies hoe die werkt. Ik schiet ze allemaal door de buik heen. Zijn ze voorlopig uitgeschakeld? En de volgende keer dat ze Perry Winkel tegenkomen, of iemand die daarop lijkt, of een van zijn kinderen tegenkomt, snappen ze wel dat ze dat niet meer moeten doen. Ik ben een mean mofo. Ik zou jullie leider moeten zijn. Ik pik het niet. Maar zijn dit slechte mensen? Nou, ze zijn slechte poesies. Poesies die overleven met charcuterie, brood, pasta salade en carpaccio. Ik zou dat echt niet voor mijn lunch doen, man. Ik zou zeggen, doe mij maar een glas witte wijn. En een asbak. Een beetje CO2-belasting. Na afloop was VVD-voorman Rutte in elk geval duidelijk over zijn conclusie. Al mocht het inmiddels geen verrassing meer heten dat het kwartet echt samen aan de slag wil. Gadverdamme. Deze vier poesies. Dat is een mooie puzzel, hè? Want je hebt één idioot. En dan heb je dus een wiskundequiz en die is dan, hoeveel is 4 plus 3 en hoeveel is 4 keer 3? Dat is heel ingewikkeld, want die plus en die keer, dat is eigenlijk hetzelfde. Het is gewoon een streepje door een streepje. Maar bij die keer is dat streepje staat een beetje schuin. Dat heet een keer. Dus je hebt 4 keer 3 en je hebt 4 keer 3. Het is eigenlijk al bij keer. Weet je?
een beetje dyslectisch bent. Deze mensen weten dat niet. Die weten niet. Ze weten niks. Ze begrijpen William Blair met 1984. Het boek geschreven in 1948. 1984. George Orwell. Dat was een pseudoniem van William Blair. Ze begrijpen het niet. En ze denken dat ik dat leuk vind. Zij denken dat ik geen volksopstand kan gaan veroorzaken. Oh nee joh. Want dat laatste is nodig. Ik vind het echt vervelend om dat te moeten meedelen. Maar je mag niet langer luisteren naar deze mensen. Dus iemand die meewerkt aan een familielid van Cenk Willink. Die zegt van nou, hij was vorig jaar op zijn verjaardag. Zag hij er goed uit. Oké, hoppakee, paintballen. Pssst. Ik heb mijn Bijbel gelezen. Vanaf mijn 12e. En ik begon ermee. Ik ben atheïstisch opgevoed. En zelfstandig. Dat kwam door de omstandigheden. En dank mijn moeder. Lang verhaal. Ik ging de Bijbel lezen. Toen was ik klaar. En wat zij doen, dat is schandalig. Hier ook zo, dat is een onderschrift. De jus d'orange staat klaar op de tafel in de stadhouderskamer aan het binnenhof voor de eerste gezamenlijke vergadering van met informateur Cenk Willink aan het hoofd. Nou, ik wil gewoon dat Nederland moet soeverein worden. België ook. En Duitsland ook. Want Duitsland is ook niet soeverein. Die staat onder die feministische lesbienne. Engeltje. Merkel. Terug naar onszelf. Het is toch wel leuk. Er is hier een beunhazen op bosrandbrug. Maar wat is er nou gebeurd? De bosrand, want de bosrand ken ik, hè? Ik ben er geboren. In die buurt dan, hè? De bosrand, dat is bij Amstelveen. De bosrandbrug bij Schiphol, de brug waarop donderdag een ongeluk gebeurde toen die werd geopend, terwijl er nog een auto op stond. Wordt sinds april bediend door een bedrijf zonder ervaring op het gebied van sluis- en brugbediening. Ja, oké. Het zal. Wat doe je met je auto op een brug die aan het open... Ja, die lul. Die was in slaap gevallen of zo. Ja, dan ging die brug ging open. Ja, nou, en? Moet het in de krant staan? En dan de politie er ook nog bij. Die foto hier, dan zie je die auto. Die brug is open. Maar dat weet je toch. Kom op, homo. Je weet toch gewoon, dat ding gaat open. En hij was er dus op stil gaan blijven staan. Dus de motor deed het niet of zo. Ja, is dat mijn probleem? Krijgen we hier angst voor soldaten Erdogan. Daar ben ik helemaal niet bang voor. Vanuit mijn slaapkamerramen. Ja, ze pakken mij niet hoor. En mijn dochter die heeft nog geen Volte P22, maar die krijgt ze wel als het nodig is. Maar voor de rest, zij kan dansen. En ze drinkt geen alcohol, rookt geen tabak en de rest ook helemaal niet. Even, het gaat weer over de NCTV, even kijken hoor. Kamerleden eisen dat het kabinet er alles aan doet
om de komst van Turkse knokploegen te stoppen. Ja, inderdaad, ja. Ja, de Turkse knokploegen komen hier naartoe om Erdogan te bestrijden. Ja, je moet ook gewoon tegen die mensen zeggen, van kijk, dit is Nederland en Erdogan. Al die Turken moet je een kaartje geven en een kruisje zetten waar Erdogan zit. Ja. Ga hem daar maar verdedigen. Heb je hier de Gaulle kan als de Gaulle gun als voorbeeld dienen? Emmanuel Macron heeft na zijn verkiezing tot president van Frankrijk nu ook de verkiezingen voor de Nationale Assemblée gewonnen. Met een grote meerderheid. Al viel die toch wat tegen. En dat is dan geschreven door Hans Wiegel. Ook zo'n VVD'er. Waar woont hij? Paintballen. Pak hem gewoon op een dinsdagochtend. Even, je moet een paar dagen posten om te weten wat zijn dagprogramma is. Die man is toch al gepensioneerd, dus die moet af en toe naar de supermarkt. Die eet vast nog wel brood. Ik niet, maar hij wel, dat denk ik wel. En nu gaan we echt geinen. Ik moet echt bijna stoppen. Want het is, ik weet niet of iemand dit nog hoort. Maar een DJ is geraakt door de bliksem. Het gaat over een vrouw. Ik ga het niet lang maken. Ze heet Diana Zwerver. En haar artiestennaam is DJ Detox. Die is geraakt door een bliksem. Mooi zo, denk ik. Ik woon hier in Arnhem, op de Rodeburgstraat. Op het Kerkplein, dat is ten noorden van mij. En op het Provincieplein, dat is ten oosten van mij. En op de voormalige grote ruimte, dat heette de Trans. En dan die DJ's, die gaan helemaal lossen. Oets, 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 oets. Oets, 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 oets. En dat, dat komt van de DJ. Hè? Want de DJ, die draait dan wel plaatjes, maar die wil ook mensen dansen, mensen dansen. Oets, 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 oets. Beste bericht. Dat de Heere God besloten heeft van weg met jou. Jij dombo. You go F your own a-hole. Ik neem het serieus hoor. Kijk, Friedrich Nietzsche, ik ga afsluiten. Friedrich Nietzsche heeft gezegd, als ik de Heere Heere was geweest. En dat mag je zeggen. Wordt hem niet in dank afgenomen door Puritijnen. Maar dat mag wel. Hij heeft gezegd, ik had de mens nooit geschapen zonder het vermogen tot muziek. Want dat was misdadig geweest. Oets, 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 oets. Dat is geen muziek, lieve mensen. Dus ik ben blij dat die DJ, die mevrouw Zwerver, DJ Detox, dat hij uitgeschakeld is door de Heren Heren. Dank u. Dank u. Dank u. En nu nog Mark Rutte. En die Alexander Pechvogel. En die klootzak van de CU. En die fan van het CDA. Allemaal dat soort mensen die denken, we sturen de onderofficieren op Perry Franciscus Martinez winkel af. We laten hem gewoon opsluiten en dan geven we hem dinges. Ik weet het ook wel. Ze hebben een pesthekel aan mij, maar ze durven mij niet aan te raken. En waarom, weet ik eigenlijk niet. Ik ben toch zo beledigend. Ben ik politiek correct? Ik dacht het niet. Is dat nodig? Ik dacht het niet. Is de waarheid nodig?
dacht het wel. Moeten mensen hun Bijbel lezen? Ik dacht het wel. Dus, ik doe dat altijd. Het is een pledge drive. Een smeekverzoek. Jullie gaan allemaal een Bijbel confisceren. Het maakt me niet uit hoe. Je jat maar 15 euro van je invalide tante. En iemand met een creditcard, die regelt het wel. En je tante, daar ga je daarna wel voor koken. Voor 30 euro. Je geeft haar lekker te eten. Misschien zit je tante in een invalide rolwagentje. Nou, dan ga je er gewoon lekker in de rondte rijden. Je hebt gewoon 15 euro gejat. Als je geen geld hebt natuurlijk. Als je zelf geld hebt, ja, dan betaal je hem gewoon uit je eigen zak. 15 euro. Inclusief verzendkosten. Lees dat boek. Of moet ik het op zijn straattaal zeggen? Lees dat fucking boek. Dan gaat het veel beter met ons. Christus Jezus heeft gezegd, op jou Petrus, bouw ik mijn kerk. Petrus betekent steen. Begin daarmee, mijn lieve kinderen. Ga er niet vanuit dat ik nog 33 jaar deze uitzendingen maak. Snel luisteren. Voordat ik heen ga. Er is niets verloren. Dat is mijn boodschap. Niets is verloren. Amen. Het is nooit slechter gegaan dan nu. Non, rien changé. Tout a continué. Jezuïte liedje. Zo is het dan. En weet wie je vrienden zijn. Weet wie je vijanden zijn. Weet wie je naasten zijn. Dat moet ik ook zeggen. En weet wie je vijanden zijn. Heb ze beide lief. Dus Mark Rutte omlaag halen, neerhalen, take him down. Ja, allemaal, ja, kom maar. En hij hoeft niet dood. Laat hem in leven.